Het is altijd feest als er een prinsje of prinsesje wordt geboren. Maar wat als het er twee zijn? Ieder jaar worden er in Nederland zo'n 2500 tot 3000 tweelingen geboren. Het overkomt ook de royals. Blijft bijzonder en soms brengt het ook wel wat gedoe met zich mee. Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken kregen na hun zoon en dochter een tweeling, prins Vincent en prinses Josephine. Het gezin was dus meteen weer in evenwicht. Vincent werd om 10:30 ochtends geboren, Josephine om 10:45 op 8 januari 2011. Voor hun 10e verjaardag kregen de twee hun eigen fotoshoot en een officieel monogram. Hun initiaal met een kroontje dat ze later bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor op hun briefhoofd. Dichter bij huis in België kregen prins Laurent en prinses Claire ook een tweeling. De prinsen Nicolas en Aymeric. In de Nederlandse koninklijke familie kennen we ook een tweeling. Prinses Irene en haar toenmalige man, prins Carlos Hugo, kregen 4 kinderen waarvan de middelste een tweeling vormt. Prins Jaime en prinses Margarita de Bourbon de Parme. Of eigenlijk andersom, prinses Margarita en prins Jaime, want Margarita werd een minuut eerder geboren. Hopelijk duurt het nog heel wat jaren, maar in Monaco komt uiteindelijk de helft van een tweeling op de troon. Dat is misschien toch wel zuur voor de ander. Of misschien toch juist voor de een die op de troon moet komen. In 2014 beviel prinses Charlène, voormalig Olympisch zwemster, van de tweeling, prinses Gabriella. En 2 minuten later werd prins Jacques geboren. Maar de wetten in Monaco die zijn wat ouderwets. Het jongetje gaat voor en dus zal later prins Jacques de troon erven van prins Albert. Met alles wat erbij komt kijken.